Yo YouTube, van harte welkom op mijn kanaal en van harte welkom bij mijn nieuwste serie Shadow of the Tomb Raider. Ik wilde bijna Rise zeggen, goh, dat zit er toch wel echt ingebakken als je Tomb Raider speelt. Maar het is toch echt Shadow of the Tomb Raider, het staat zelfs in beeld. Het is mijn allereerste screenshot die ik gemaakt heb van de game, puur om eventjes fotomodus uit te testen. En ik ga jullie met deze foto allemaal van harte welkom heten bij deze gloednieuwe aflevering. Laten we zo snel mogelijk verder gaan, eventjes naar controls gaan. Even naar options gaan, dan naar graphics gaan en dan dus naar die high resolution wat ik had gezegd. Om te kijken of we daar iets van zullen merken. Ik denk het persoonlijk niet. We gaan het helemaal zien. Ik heb er zin in. Hier zijn we geëindigd. Nu hebben we er dus een hogere resolutie aan staan. Nou, to be honest merk ik er nu al geen kut van. Maar we moeten de daadwerkelijke cutscenes afwachten en de daadwerkelijke actie en dan framerates. Of het dus inderdaad drastisch kutter is, of het allemaal wel meevalt. We gaan dat allemaal zien en jullie mogen mee bepalen. I'm entering a cave. We may lose contact. Copy that. I'll keep an eye on Trinity out here. Jullie mogen daarbij, maar natuurlijk ook eventjes supporten door een like te droppen. En oeh, jeetje, ik krijg Baba Yaga feelings hier. This cave looks like it's usually underwater. Kijk die skelettenkopjes op stokken. Dat is echt gewoon de Baba Yaga DLC, gek. Oei, oei, oei. Je ziet er fantastisch uit tot nu toe. The carvings on this Maya monolith are far too deteriorated to read. Of jij bent gewoon nog niet goed genoeg om het te lezen. Dat kan natuurlijk ook. Normaal gesproken moet je altijd een bepaalde skill hebben om iets te kunnen lezen, right? Hey, ratten. Oh, dit kan ze wel lezen. Ja, we kregen er ook XP voor. En we zitten nu op 11% van Heart of the Serpent. Kijken, waarna kan ik switchen? Nergens naar. Ze hebben hier werkelijk waar niets aan aangepast. En hierbij moet je je dus afvragen. Is dit goed dat ze er letterlijk niets aan hebben aangepast? En dat het dus gewoon zo is gelaten zoals het was. Precies dezelfde animatie. Want als iets werkt, waarom zou je het dan veranderen? Of vinden jullie dit lui en hadden jullie liever een andere animatie gezien? Dat dacht ik al. Whistle carvings. Oké. Ooh, crazy sound effects. Don't like it. What is this place? Zo, ik krijg gewoon. Weet je dat ik kippenvel krijg? Van gewoon een milliseconde flits. Die terug gaat naar mijn jeugd. Dit zijn de Tomb Raider games. Zeker op deze difficulty. One with the jungle. Waarin je dus geen hints krijgt. En je gewoon maar moet uitzoeken. Jij bent nu met Lara Croft in een kamer. Dit is een ruïne. Dit is een tombe. Wat de fuck het dan ook is. En zoek maar uit hoe je eruit komt. Ik vind het heel vet. Niets ligt op. Niets wijst mij de weg. Ik moet het gewoon maar uitzoeken. En dat is toch wel echt gruwelijk hoor. Poh. Holding cells. Ja, bizar. Ja, persoonlijk hou ik gewoon heel erg van Tomb Raider games als ik het zo hoor en zie. Oei. Echt jongen, die sound effects, het water. Alles. Doet me verdomme gewoon denken aan die oude games. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dan moet je denk ik de oude Tomb Raider games voor gespeeld hebben. Dat is letterlijk mijn jeugd, jongens. Dat ik dat ging spelen op een goede zaterdag of vrijdagavond met mijn vader. Nog eigenlijk als klein jongetje. En ik vond dat zo spannend. In plaats van dat mijn vader me griezelverhalen vertelde of voorlas, speelden we eigenlijk de oude Tomb Raider games. Dat was echt ons ding. En uren vastzitten, hè. Uren vastzitten met z'n tweeën.
soms drieën, soms nog vrienden van mijn pa. Altijd vastzitten in deze games. En gewoon niet weten waar we heen moeten. En dan uiteindelijk na een half uur, drie kwartier in één kamer die doorbraak. Zo moeilijk waren die oude games. En dat was zo'n fijn gevoel, die doorbraak dat je het gehaald hebt. Echt holy fuck. En dat gevoel krijg ik een beetje van deze kamer op deze difficulty. En dat is net de eerste kamer ofzo. Dus kun je nagaan wat een inlevende difficulty kan doen met je game. Want als nu typisch de weg werd omschreven, omdat alle voorwerpen oplichten. Ja, dat had het toch allemaal wel een stuk makkelijker gemaakt. Nou zeg ik niet dat dit zo moeilijk is hoor. Want je ziet dat ik gewoon de weg al aan het vinden ben. Maar ik heb wel het idee dat deze game dat misschien meer gaat geven. Toch ga ik even hierheen. Om te kijken. Dat dacht ik dus al. Om te kijken hoe de besturing is. Ik heb het idee dat de game zoveel beter werkt met zwemmen dan voorheen. Dit is echt een vrije zwemmodus, man. In vergelijking tot Rise. Oei, oei, oei. Dat hebben ze echt mooi aangepast. Maar ook een stuk creepier trouwens, want... Kan het niet kapot? Kan ik niet slaan onder water? Ik kan niks doen met deze kist? Oké, dan snel wegwezen hier. Ik weet namelijk uit trailers dat Lara ook onder water nu aangevallen kan worden door dingen. En dat het echt voelt als die oude Tomb Raider games. Waarin gewoon dus krokodillen rondzwommen. Enge andere beesten. Piranhas. Ik was bang voor elk stukje water in games. Door die oude Tomb Raider games. Puur en alleen dat het zo eng kon zijn. Waar gaat dit ons heen brengen, guys? Oh, dat bedoel ik. Precies dit bedoel ik. We kunnen onder water aangevallen worden door het een en ander. Hou ik helemaal niet van. Kan ik hierheen? Nee, oké. Okay. Ik dacht, wie weet is het een secret passage. Oh god, oh god. Oh, what the fuck, ouwe? Oh shit, ik schrok hier echt van, want ik had dit zo niet verwacht. Het mooie is dat ik niks van deze game heb gezien, hè. Niks opgezocht ook. Oh, je voelt dat dat beest achter me aankomt, jongens. Oh man. Lara schiet op, je bent nog steeds onder water, gek. What the fuck, ouwe? Zo, wat een crazy goatje. Maar volgens mij heb ik nu heel veel in die andere kamer gemist. Omdat ik in één keer ben doorgegaan met dit zwempad. Ik dacht namelijk dat het zwemmen optioneel was. I have to find the temple Dominguez is looking for. En volgens mij heb ik dus de verkeerde keuze gemaakt. Ik dacht dat het zwemmen optioneel was en het pad daarboven het echte pad was. Maar dat was juist andersom. Eens even kijken. Ah, de reinforced knife. Dan kan je langs dit soort plekken. Want besef wel, het zijn natuurlijk allemaal partial open world gebieden. Dus gedeeltelijke open world gebieden waar naartoe je gewoon altijd kan terugkeren voor exploring en... Oh, wow, wow. En
En er is gewoon heel veel te doen. Dat is ook iets wat ik eigenlijk nog te weinig heb gedaan in mijn Rise of the Tomb Raider serie. Dat exploren en teruggaan naar oude gebieden en oude DLC's afronden heb ik tot op heden nog niet gedaan. Wil ik eigenlijk nog wel doen. Jonah, I made it. I'm in an underground temple. Good. Whoa. That's not good. Lara, Trinity's blasting their way in. I can tell. It's causing tremors. There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Dit gaat niet werken. Nee, dat is iets waarvan ik een zipline moet maken. Oei. Oké, dit is onze eerste bad scene. Ik denk ik probeer daarheen te springen. Nope, niet het goede pad. You dead. Jonah, I made it. I'm in an underground temple. Good. Whoa. That's not good. Lara, Trinity's blasting their way in. I can tell. It's causing tremors. There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Op de een of andere manier krijg ik weer het idee dat die sound effect, die wow van haar, dat die te laat was. Lara, how's it going? Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer. Hoor ik nou steeds voetstappen achter me? Of is dat gewoon een sound effect? Wat een bizar enge scenery trouwens, dat alles hier verkoold licht. Ik vind de sound effect heel sterk tot nu toe. Ja, want de sound effects klinken gewoon oprecht creepy. Trinity nou gewoon weer bezig om al deze prachtige geschiedenis te slopen? In een split second? Why they do this? Oh, er zijn zoveel challenges te behalen. Je ziet zoveel progressie. Want we zijn niet alleen met Heart of the Serpent bezig. Dit was weer een andere. Hey, daar ligt wat. Kijk, er ligt daar wat te glimmen. Daaronder, zie je? Klim. Even kijken, zo. Inderdaad.
found some map updated, secrets revealed. Oh, inderdaad. Een treasure chest. Dat klinkt vrij interessant. Even kijken, kan ik hier trouwens op een andere manier nog? Dat was dus mijn vraag en die werd meteen beantwoord. Ik wilde zeggen op een andere manier weg kan, maar dat kon dus. Net op tijd een rondje. Waar was dit voor? Temple of the Moon. Zie je, niet alles is voor Heart of the Serpent. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik zie overduidelijk een pad al. Kan ik dit slopen? Ja, dat kan, maar heeft het zin? Oké, hier kan ik dit mee doen. Oké, get it, already get it. Ik ga nu dat ding draaien, let op. Excuus, zo dan. Ja. Gaan we draaien? Oh, andere kant op. Snijden we die door. En dan doen we dit. I'm a fucking genius. Ja joh, en die touwen breken voor de rest ook niet, hè. Tot nu toe al echt fantastische aflevering. Sfeer on point. Sfeer is helemaal ziek. Ik had er wel wat mogen doen aan die animatie waarbij je spulletjes oppakt, want dat ziet er echt zo hysterisch uit. Moet ik nou hier aan gaan hangen of zo? Ja, dat is dus nu als je... Oh, what the fuck. Als je pad niet wordt aangegeven, dan ligt er niks op en heb je ook continu geen idee waar je heen moet. Moet je het echt lekker zelf uitzoeken. Wel echt vet trouwens. Jonah. Ja, I'm here.
Jonah, there's a mural here. It shows a box. Inscription says, the silver box of Ishel. That must be what's in the Hidden City. This is a Maya myth. It says the box will summon the god Kukulkan. The creation god? Is that what Trinity's after? Wait, there's more. Looks like a series of cataclysms. A tsunami. A storm. An earthquake. Volcanic eruption. So much for the god of creation. Well, in my belief, Kukulkan is the god of creation and destruction. This looks like the Hydra constellation, but the stars seem out of alignment. Found a dagger. There's an inscription. The key to Ishel's heart unlocks the cleansing. We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Hey, shit! Lara! Trinity guards are coming your way. Sinds wanneer is Lara zo, Jonah, hoe heet dat? Hoe noem je dat? Oh no, you took it, didn't you? Hurry. Dus wanneer is ze onbezonnen? Dat is een beetje het woord dat ik zocht. Dat ze dat gewoon maar pakt, in plaats van de goede keuze maakt. I'm doing. Check another water pump right now. Okay. Let's make sure everything's. How's it going with that pump? Kan ik daar niet weer in staan? Answer me. You finished with that pump yet? Operation Blacker has been initiated. None of the local workers leave the site alive. Ah, fuck. We've planned for this. Make sure the perimeter's secure. What do you think is in there? Ah. I don't know. Het is alleen als je eigenlijk in de standaard soort combat mode bent dat je op die manier stealth in bosjes kan gaan staan. Survival instinct, zo heet het. Don't worry, I'll fix it. This is taking way too long. Dominguez has to wait for us when he gets here. It's not gonna be pretty. Status? Almost loaded. What's happening at the gate? The archaeologists. Already? Ik snap er helemaal niets van, want ik schoot mijn fucking boog gewoon. En toch ging hij niet af. Hier kan je toch ook dingen mee maken en zo.
telt als het goed is niet alleen voor afleiding, maar je kan er ook inderdaad die Molotov cocktail mee maken. L heal je dus. Met je knoppies. Pak je deze gun. We hebben deze gun, de shotgun. Reloaden werkt niet, want we hebben niet eens genoeg ammo. En we hebben deze gun. G36C lijkt hij op, uit Call of Duty 4. Laten we maar gewoon stealth verder gaan. Kon ik hier nog wat oppakken? Nope. Oké, dan gaan we verder. Ja, ik moet wel natuurlijk de gameplay doorkrijgen voordat ik op zo'n difficulty echt goed kan worden. Archaeologists. Glad to be rid of them. Yeah, they've been trying to warm out our intentions here for ages. Well, they found out tonight. Hope it was worth it. Yeah, assholes should have minded their own business. Gotta be something to find. Base camp, this is Gamma Leader. Where's our backup? Don't give me that shit. The site is secure, but we still need some cover. I'm sure somebody heard something. Yeah. Second part of the plan. Tell the locals we shot a rabid. Checking now. Oh, really? Eyes on target. Stay. Let's finish this. Okay, dit had nogmaals stukken beter gekund. Iets meer stelt, maar dit is gewoon een kwestie van de gameplay doorkrijgen, again. Want krijg je hem door, dan gaat dit misschien wel geruisloos. En word je er ook wat handiger in, beter in. En doe je shit sneller. Maar goed, maakt niet uit. Stil oefening. Man. We zijn er doorheen gegaan. Shit is wennen. Shit is wel vet. Maar shit is wennen. En zeker op deze moeilijkheidsgraad ga je er vrij snel neer. Dat sowieso. Goed zoeken naar allerlei spullen. Ammo, held. En ik moet ook kijken wat mijn mogelijkheden zijn, want ik weet bijna 100% zeker dat dit niet scripted was. En dat dit bijvoorbeeld ook compleet stealth had gekund. Dat kan volgens mij, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Want nu heb ik gewoon eigenlijk mezelf verraden, kwam ik aan, hadden ze me gezien en moest ik gaan vechten. Maar dat kan ook meer eigenlijk inleidend tutorial-achtig zijn en dat je hier gewoon moet schieten en vechten. Zou zomaar kunnen. Me don't know.
Maar ik blijf op mijn hoede. Pak mijn shotgun erbij voor close quarters. En besef, we spelen dus nog steeds op high resolution nu. Het is aflevering 2. Merk je verschil? Geef het aan. Ik merk zelf nog niet zo heel erg veel, to be honest. Misschien dat de cutscenes iets scherper zijn. Stop! Don't hurt her. Lara Croft. This isn't the way I hoped we'd be. You know I've been interested in your work. Trinity always is. In a safe place. You don't have it. It never occurred to me that you would just take. With this key and the silver box, we can remake the world. Without witness, cruelty. And certainly with none of this. But without the box. The apocalypse. The death of the sun. You're lying. Lara. You felt it when you took the key. Tremors are common. A tsunami is coming. And this is the first of many catastrophes you're doing! You would have done the same! God. Yeah. By taking the key, you set the apocalypse in motion. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. Falls to me now to stop it before it consumes us all. Dit hele feest is gewoon verpest door Lara, jongens. Alle kinderen gaan ook dood en shit, hè. Er was letterlijk net nog een feestje en nu is er een tsunami. Dankjewel, Lara. Zo is er opeens geen stroming meer. Jongens, wat een raar begin van de game. Even weer luchthappen hoor. Ik vind het echt een raar begin van de game, want Lara zou nooit zoiets doms doen. Waarom pakt ze opeens een schat?
Denkt altijd vet goed na voordat ze shit doet. En nou is er gewoon letterlijk een soort catastrofe gaande. Door haar. Al deze onschuldige mensen dood. Door haar. Oh Jesus, die dead scenes. Ik was even vergeten hoe heftig die waren. Wat? Recipe for disaster? Wat hebben we gekregen? Even kijken. Oh, hij is gewoon doodnormaal, joh. Wie hebben we gekregen? Survive the flood. Niet alweer. Ja, dit heb jij gedaan, Lara. What the fuck? Ah, ik snap het niet, hoor. Een raar begin van de game. Episch, maar fucking vreemd. Het is niet typisch Lara, namelijk. Hoe slecht moeten ze zich wel niet voelen? Of is ze opeens te greedy geworden na al die Tomb Raider delen? So worried. I failed. Worse. What do you mean? Dominguez. He has the dagger. I lost it. After everything that my father went through, I gave Trinity exactly what they wanted. He'll use the box and the knife to remake the world. To remake it into what? I don't know. He thinks he can rid it of sin and weakness. A man like that, we have to stop him. It's all my fault. We'll figure it out, okay? I promise. No! We have to get to the Hidden City before Trinity. We have to find the silver box. Okay, but first, we're gonna help these people get to safety, and then we'll go after the box. No one is safe! Not if he gets the box first! I have to go, I'm the only one! You're the only one that can what? You don't know that you caused all this, Lara! Not everything is about you! These people need us here. We can do good now! Besides, what do we gotta go on? A riddle? We're gonna need more than pink fish and silver crowns to get to the Hidden City. Dankjewel, Jonah. Reality check, let's go. I'm gonna help these people. And then I'll find us a plane. Ja, precies dat vliegtuig dat neerstort door de storm. 2 dagen later die storm die Lara zelf in werking heeft gesteld, soort van. De catastrofe is dankzij haar. Waarom ben je zo greedy geweest, Lara? Dit is zo niet jou. Maar het zal wel. Het is aflevering 2 en hij is achter de rug. Hij is gespeeld.
op naar episode 3, die we in een high frame rate gaan spelen in plaats van high resolution. Om weer te kijken of we verschil merken. For a volcanic mountain. The Crown of Silver is probably a band of clouds. I just can't get those people back there out of my head. They lost everything. The riddle says, chase the heart of the serpent to the Silver Crown Mountain where the twins confer. I wonder what the twins are. This storm looks like bad news. It's just a little rain. We'll concentrate on the Cloudy Mountain. Cloudy Mountain. If we find it, how do we know we have the right one? Gut feeling? It's our only clue. The mural says there'll be more disasters. The best way we can help them is to put a stop to it and Trinity. Okay. But how do we really know? Jonah, what I felt when I took the dagger. You mean the tremors of the tsunami? More than that. It felt like I woke something up. I know that it's not practical. I know that it's hard to believe, but you need to trust me. We have to trust each other. Tot de volgende aflevering. Haha, zo zuur. Precies hier zullen we verder gaan in episode 3. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, voor het liken. We gaan naar options, we gaan naar graphics. In episode 3 wordt gespeeld in een high frame rate om weer te bekijken wat het verschil is. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken, de support. Dit was aflevering 2 en tot episode 3.